van die see af Melkweg toe. Uit Abducting a General deur Patrick Lee Fermor. In die middag het ek, Manoli, Andrea en Kotsipes van die rotse en die wortels afgeklim om te sien wat die Duitsers aan die doen was. Alles was stil. Andrea het weer met die rotswand opgeklim en ons het daar gelee en rook en gewag totdat die ander sou opdaag. Manoli was van mening dat ons vanaf die gevangeneneming omtrent 400 mense gesien het. Omdat hy Krete geken het, het hy met een skewe glimlach voortgegaan. Moes etlike honderde mense een baie goeie idee gehad het waar ons ons nou bevind het. Maar hier was ons. Om dit te vermy dat ons soos een groot processie gelyk het, het die ander in twee groepe ondertoe gekom en ons het allemaal tot skemerdonker daar op een rotsluis in een diep leegte in die rotswand gewag. Een ijskoue fontein het daar van die rotse af in een straalkie afgesyfer. Een ou roddakiniet het het met rotse uit die see opgebouw om so een klein spilonkie soos een kluisenaars hut te vorm met donker skadies van wilde vyebome en oleanders. Ons het statiese harde brood gedoop en saam met die ou kerelse eie en blaarslaai en ratuise daaraan gepeesel. Ons het tot laat in die nacht gesit en praat. Toe het ons die kort enkie na die grotjie toe geloop. Ons het gehoop dat ons van daar af kon vertrek. Met die mure van rots aan beide kante en die sand en die spoelklippies en die kabbeling van die water en die sterre het dit vir ons allemaal gelyk na een baie goeie stil plek, waar ons ons avontuur kon eindig. Terwyl ons daar rondgestaan het, en aanvankelijk in fluisterstemme met mekaar gepraat het, hoewel daar niemand was om voor bang te wees nie, het Andartis in twees en dries by die rotse afgeklim, om by ons aan te sluit. By hulle was die Rodakino kapitaans Kombitus en Manoli Janna en Andrea Kotsipes. En skielik was daar ook Petraka met sy welige snor. Dis hoekom ons hom Beowulf gedoop het. Hy was die kapitaan van die Assigonia bende en een van ons hegste vriende op die eiland. Hy het 'n contingent van Gioaniete saam met hom gebring om by die ander mense van Andartis aan te sluit, om wag te staan by ons vertrek, en ook om tot ziens te sê. Hulle die plek toegesit, soos in 'n sitkamer, daar was groepe wat tussen die rotse rondgehang het, of net daar rondgestaan het, en in gedempte tone met mekaar gepraat het, hulle gewere hangend oor die skouers. Die generaal het rustig op een rots naby die water gesit, na Manoli sy hangverband weer mooi aangesit het. Ek het aan hom gesê, dat het vir hom lekker sou wees, om in een slaapbank met lakens te wees, na al ons wisselvallige ervarings. Billy het aan hom gesê, dat hy binnenkort kreef toebroodjies sou eet. Die kaptein van die skip was beroemd vir hulle. Die generaal het geglimlag. Danke, Herr Major. Merci mon, kapitaan. Veel meer vir die gedagte as vir die vooruitsig na hierdie genietinge. Hy het 'n ellendige tyd beleef en hy het geweet dat ons probeer het om gaaf te wees. Syn werk sou om 10:00 begin. Nie Monkey King nie, maar SB, Sugar Baker. Een keer elke 5 minute. Tot ons consternatie het ons besef dat nie een van ons twee geweet het wat B in Morsekode was nie, maar slechts die S, soos in SOS. Billy het 3 kort puntjies gesein en toe een soort van S of iets, met die hoop dat Brian Coleman, die kaptein, sou verstaan dat ons nie beroepssoldate was nie.
Uiteindelijk het ons allemaal gedink dat ons die skipse motore kon hoor en een golf van opgewondenheid het langs die kus afgeloop. Toe, na reeks vinniger syne, het die geluid dowwer geword en geklink asof dit verdwijn het. Een stemming van verslaandheid het ons allemaal oorweldig. Sulke akelige oomblik het op soortgelijke tye dikwels op strande plaasgevind. Misschien was dit omdat mense se ore na die inspanning met die see in die agtergrond poetse op een mens gebak het. Maar vandag was daar een grondige rede vir kommer. Hierdie angst is skielik bygelê deur Dennis se aankoms. Hy was ook veronderstel om te vertrek. Gelukkig het hy morskode geken en het ons heel desperaat die korrekte syne uitgestuur. Uiteindelijk eerst dofweg en toestadig aan duideliker het ons die geluid van die skip gehoor en een groot sig van verlichting het vanaf die waterkant opgestuig. Dit het nou tot my deurgedring dat ons die generaal moest gevraagd. Hy moest toe net so gretig gewees het soos ons om te vertrek. Het ons nie daaraan gedink nie, of was ons maar net skaam oor ons amateurstatus? Daar was een lichte misbank oor die see, en dit was nie voordat die skip redelijk nabij was, dat ons hom gesien het nie. Ons kon die gerammel van die anker hoor, toe dit laat sak is, en toe was twee bote te water gelaat, en hulle het vol donker gedaantes strand toegevaar. Ons het skoon vergeet van George Jellicoe se strooptogmagte. Ons kon gauw sien dat die bote beman was deur figure in barette en leerbaadjies, allemaal bewapen met handmachinegewere. Toe die kiele die strandklippies geraak het, het hulle in die vlak water gespring en teen volle vaart die strand opgehardloop. Ek het iemand my naam hoor skree. Hulle het gedink dat ons moontlik moest terugval, al vechtende, na die rendezvous. Ek dink dat, toe hulle gesien het, dat ons ongeskonde was, hulle allemaal iets wat teleergesteld was, vooral die bevelvoerder, wat nie Jellicoe was nie, maar wel Bob Barry, wat ek vir die afgelopen 3 jaar nog nie weer gesien het nie. Ek het hom aan ons groep voorgestel, en ook aan die gorilla leiers, wat om ons in een staat van verrukking saamgedrong het, en aan die generaal, Bob Barry het stijf gebuig, handen geskud, en gesê, "Zekerwaardig, heer generaal," met een perfecte Duitse accent. Die oomblik het aangebreek, Bob Barry en sy commando's het hulle rugsakke met al hulle voorrader en sigarette leeggemaak, en dit aan ons kamerade wat sal achterbly oorhandig. Ons het ons skoene uitgetrek en daar gelos, soos die gewoonte was om te doen. Selfs al was hulle deurgeloop, was het toch nuttig. Gou daarna het ons tot ziens gesê aan Petraka en die Rodakino kapitaans en Janni Katsias en die gorillas en ten laaste aan Antoni Zoidakis. Ons het mekaar soos grysbere omhels. Ek het probeer om Antoni te ooreed om saam met ons te kom. Hy het 'n oomblik lank gehuiwer en toe daarteen besluit. Ek wens hy het toch anders besluit. Een matroos het gesê, "Verskoon my meneer, maar ek dink ons moet aanstoot." Toe ons nader aan die skip gekom het, het die waaiende figure in die skaduwees langs die strand dowwer begin word, en baie vinnig was dit moeilik om die baadjie te onderskei van die ontzaglike massa van die berg, wat uit die see opgestuig het na die melkweg toe. Die skip het groter geword, sy pompoms en Beaufort's lugafweerkanonne het in die sterlig geblink. Toe ons langzaam ingevaar het, het matrose in hulle vlekkelose wit in die bolwerk uitgereik om die generaal met die touw leer op te help. "Dis reg, meneer, wees versigtig." Terwyl ons, ek, Billy, Manoli en George,
hom van onderaf bijgestaan het. Een oomblik later het ons kaalvoet op die dek gestaan en het was alles voorbij.